dames en heren, meisjes en jongens. Hartelijk welkom bij de vierde editie van het Havenfestival Albersendams Korenslag. Hier is uw presentator, Arjan Boon. Dank u wel, dames en heren. Fijn dat u allemaal in grote getale gekomen bent in het cultureel centrum Landvast in Albersendam. Als het slotakkoord voor een feestweek in Albersendam, waarin het Havenfestival heeft genoten van prachtig weer en boeiende en mooie activiteiten. En vanavond Korenslag 2014 voor de vierde keer gepresenteerd in successie. 6 koren, u hoorde het zojuist al, zullen vanavond achter de présence geven. 1 staat alvast opgesteld om zo dadelijk de vaart in de avond te houden. De wisselbokaal, daar gaat het vanavond om. Uiteraard om de eerste prijs en de tweede prijs. Maar de wisselbokaal, daar gaat het om. De Louis Bagelet wisselbokaal. Louis Bagelet was een man die veel voor het Havenfestival heeft gedaan. Vandaar de naamsvernoeming naar deze man die in het jaar 2011 is overleden. Het prijzengeld van vanavond is beschikbaar gesteld door de hoofdsponsor. En dat verdient absoluut een applaus. Party and more, alles voor partyplanning. We gaan nog even door met mensen in het zonnetje zetten, want zonder geluid zijn we nergens. Plezier PSP voor al geluid en video. Je hebt ze misschien vanavond al gezien staan aan weerszijden van de zaal. En we gaan straks ook genieten van filmpjes. De filmclub V80 uit Papendrecht is weer zo bereid geweest voor ons om filmpjes te maken van het koor. Leuke, wervende filmpjes. En die gaan we straks aan u tonen. Maar ze zullen ook vanavond een boeiende registratie maken van de Korenslag 2014. Applaus voor V80. Ja, zonder het Havenfestival bestuur zijn we natuurlijk ook nergens. Want die hebben tenslotte ervoor gezorgd dat deze avond kon plaatsvinden. En ik vind dat al die vrijwilligers die vandaag en de afgelopen weken, die weken daarvoor vooral niet te vergeten, weer in touw zijn geweest voor talloze Albersendammers en mensen die genoten hebben uit de regio van alle boeiende activiteiten. Het bestuur van het Havenfestival. Nou, dan nog hebben we de mensen van Landvast uiteraard die weer gezorgd hebben voor, ik weet wel niet hoe vaak dat deze zaal weer verbouwd is de afgelopen week. Ook vanavond is die weer ingericht om ons te kunnen laten genieten van alle koren voor vanavond. Het personeel van Landvast. 6 popkoren zullen vanavond dus acte de présence geven. Dat zijn 7th Street Pop en een rockkoor uit Rotterdam. Ze staan hier al opgesteld. Popkoor 0183 of 0183, dat horen we straks wat het gaat worden uit Gorinchem. Popkoor op weg voor de derde maal vertegenwoordigd. Al 2 keer zijn ze tweede geworden. En ze hebben beloofd om vandaag nog een betere prestatie neer te zetten. Misschien wel een treetje hoger op het podium te kunnen gaan staan. We zullen het afwachten. We gaan tussendoor ook even pauzeren. Dan gaan we buffet openzetten. Dus blijft hier gewoon voorlopig even staan of zitten. Vivid Poprock is dan het eerste koor na de pauze. Daarna komt Pop en Musical Koor Delft, de verdediger van deze bokaal. 2 keer achter elkaar wisten zij hem al te winnen. Het is de vraag of zij vanavond wederom een prestatie neergezet hebben die door de beugel van de jury kwam om ze eerste te laten worden. En verder op het eind, helemaal op het eind, uit Hendrik Ido Ambacht, Vocal Popgroep Reflex. Dat zijn de 6 koren van vanavond. Ja, daar mag best voor geapplaudisseerd worden, want laten we niet vergeten dat deze koren allemaal belangeloos hierheen komen om ons te laten genieten van hun geluid. Maar goed, de koren moeten beoordeeld worden en daarvoor hebben wij een jury nodig. En die zitten daar achterin aan de tafel onder leiding van Willem van der Graaf. Willem, kun jij je mede-juryleden even ons voorstellen? Kunnen ze makkelijk zelf. Willem, zou jij aan je juryleden willen vragen of zij zelf... Xandra. Goedenavond. Ik ben Xandra Willis. Ik ben zangeres. Jazz, soul, pop en gospel. Dus echt het lichte genre. En ik heb gestudeerd aan het conservatorium in Rotterdam. Alweer een tijdje afgestudeerd. En ik heb zelf een koor Popcore Amazing in Rotterdam-Nesselanden. Vorig jaar heb je meegedaan, vanavond achter de tafel. Ik ben benieuwd wat je leuker vindt. Dat horen we aan het eind van de avond. Tot nu toe vind ik dit wel leuker. Dat horen we aan het eind van de avond.
Links van Willem en rechts voor de kijkers Eva. Thuis. Ja, ik ben Eva van Welsenis. Ik ben actrice en theatermaker en daarnaast ook zangeres. Ik heb de toneelacademie in Antwerpen gedaan. En ik woon in Rotterdam, dus ik vind het al heel leuk dat het eerste koor uit Rotterdam komt. Heeft al een pluspunt, hè? Dus. Wat ga ik hieruit proeven? Nee hoor, nee. Ik blijf gewoon objectief. Gelukkig zit daar de rechterschapen Willem in het midden tussen deze dames, die uiteraard de vinger aan de pols houdt, Willem. Zeker weten. Mijn naam is Willem van der Graaf. Ik heb ook in Rotterdam het conservatorium doorlopen. Ik ben docent schoolmuziek geweest. Daarnaast speel ik een aantal instrumenten. En allerlei ensembles gespeeld, van zwaar klassiek tot heftige pop. En ik vind het, het is inderdaad mijn derde keer dat ik hier zit en het is een, voor mij een heerlijke avond. En ik weet zeker dat het vanavond ook weer gaat gebeuren. Sterk allemaal. Kun je drie zinnen uitleggen waar jullie speciaal op gaan letten vanavond? Ja, we hebben hier een lijst. En op die lijst staan een aantal criteria, zoals presentatie, interpretatie, techniek, timing, uitspraak, arrangementen, begeleiding, ontspanning en een oordeel. En dat filteren wij. Het is zo dat ieder koor op al die punten beoordeeld wordt, maar we doen wel ons best om daar zo duidelijk mogelijk in te zijn. Dat eindoordeel dat gaat ook allemaal naar de dirigenten van de koren toe en die lezen dan uiteindelijk wat wij hier opgeschreven hebben. En ze krijgen een aantal punten op het eind en degene die de meeste punten heeft, die heeft. Nou, dat is wel verrassend. Ja. Dankjewel, Willem. Graag gedaan. We komen straks bij je terug. Achter de koren zal straks ook een klok tevoorschijn komen, die gaat aftellen. Die klok is onverbiddelijk, die gaat van 20 minuten naar 0. En dat betekent dus dat de koren ook niet langer kunnen zingen dan 20 minuten. Wij zullen niet op de seconde precies gaan kijken als het daartoe uitgelopen, maar gaat het echt naar de halve minuut toe, dan gaat de muziek uit, dan is het jammer voor het optreden. Voor de laatkomers en de koren die graag nog van de optredens willen genieten en in een meer informele sfeer. Boven wordt helemaal boven hier in Landvast, wordt in de zaal naast de bar ook deze avond vertoond via de video. Dus daarop kun je ook gewoon meekijken en dan kun je gewoon lekker nog even een bammetje doen, een broodje doen of gewoon even een kletspraatje maken. De laatkomers kunnen daar ook heen. We proberen in ieder geval wel vanavond voor het vuurwerk klaar te zijn. Sterker nog, dat moet. Want om 10:15 dan is het echt kaboom buiten en dan moeten we hier echt klaar zijn. En het feest gaat hier nog verder met een leuke afterparty en een DJ, mocht je daartoe nog zin hebben. Nou, dan nog uw steun als bezoeker van deze avond. Het vriendelijk verzoek is om uw telefoon op stil te zetten. Niet te gaan kletsen tijdens de optredens. Want dat is natuurlijk niet leuk voor de koren die hier proberen een zo goed mogelijke presentatie neer te gaan zetten. En ja, dan is daarbij uw hulp uiteraard op dat gebied hard nodig. De koren zullen u dankbaar zijn.